International Fight tot 86 kilogram. Van de Blue Corner represent Team Petres Horen. 1,87 meter, 27 jaar. Give it up for Patrick Molka. En zijn tegenstander uit de Rode Hoek represent Combat Brothers Breda. 1,87 meter, 25 jaar. Give it up, Tony van Dijk. En de referee Philip van Heusden uit België. You guys, you know the rules, respect the rules, listen to my commands. Touch gloves if you want to. Go back to your corner. Yes, Patrick Molka tegen Tony van Dijk. Weer een vechter vanuit Combat Brothers. Ja, Tony van Dijk is natuurlijk best wel een veteraan in de Nederlandse scene ondertussen. En zijn tegenstander, Patrick, zet druk. Ah, Tony komt nu een paar keer al goed door. En we zijn nog aan het begin van de partij. Allebei even lang. Inderdaad, gewoon de even afmetingen zwaar. Zijn hetzelfde. Nou, ik denk dat Tony iets zwaarder is. Er zit geen vet aan, zeg maar. Ja, ja, ja. Ook deze partij is 3 rondes van 5 minuten. Oh, harde bodykick. Die zat erop. Die zat er vol op. Take down de tent van Tony, ja. En die maakt hem af ook. Gelijk half guard van Patrick. Die komt hij uit. Kijk, je ziet dat Patrick werkt van de underhoek, rechts. De underhoek vanuit rechts, kijk, daar gaat hij. Ja. Dat is namelijk de manier om uit deze positie te komen. Of in ieder geval van zijn rug af te komen. En Tony pakt hier ook even zijn rust, hè. Hard gewerkt voor die takedown. Ja, en maar hij moet wel iets gaan doen. En het scheelt dat dit is een pro-partij. Dus zullen de partijen niet te snel onderbreken om weer staan te zetten als een amateurpartij. Zeker niet. Blijkbaar zijn hoofd het zwaar klem onder zijn rechterarm. Halve guillotine. Oh, guillotine. Oh, ja, inderdaad. Guillotine attempt. Ja. Patrick die is lekker aan het opdringen, continu een stapje naar voren. Ja. Ik hou ook van die manier van vechten, continu een stapje naar voren. Ja, inderdaad, langzaam druk. Mentaal intimideren. Ja. En het is Oh, die zaten erop. Die zaten alle drie erop. Het is heel vervelend als je continu onder druk wordt gezet. Ja, ja, klopt. Het onbewust kost dat gewoon energie. En je creëert dan ook dat de andere partij in een reactieve houding gaat komen. Want die elke stap naar achter is gewoon een verdediging. Ja, inderdaad. En verdedigen is reactief. En ze landen allebei hier. Allebei, jammer dat hij niet doorgaat om het af te maken. En dan zie je toch wel dat Tony wat respect heeft voor het staande werk van Patrick. Ja, dat hij daarom afhield. Ja. Dat hij daarom iets reactiever is. Ja. En naar achter vecht. Ja, zo aan de oren van Tony te zien. Heeft hij het meer naar zijn zin op de grond? Dan Patrick, ja. Ja. Oh. Oh, kijk. Kijk, Tony van Dijk ook voor Combat Brothers, hè. Dus natuurlijk ook, hij pakt hem weer, hè. Jeetje hij pakt school. Weer. Onder leiding van Reinier de Ridder. En dan wordt hij gewerkt voor een guillotine. En die heeft hij nog. En die is eruit.
Oh. Er gebeurt iets. Vinger in zijn oog. Vinger in zijn oog. Ja. Tijdens het afdrukken voor de guillotine. En nu ben ik benieuwd of hij zijn positie terugkrijgt. Nou, terecht de penalty wel van de scheids. Punt aftrek. Ja, dat betekent dat tenzij het een 10-8 ronde is voor Patrick, dat hij deze ronde al kwijt is. Ja. Dochter komt er even naar kijken. Ja, hij heeft er ook echt wel last van. Zo, zijn oog is behoorlijk rood. Zijn bovenste ooglid die is echt behoorlijk rood. Ik ben benieuwd wat de schade zou zijn. Ja, is goed. Oké. Okay. Nou, dan maar niet meer knipogen voorlopig. netjes. Sportiviteit. Even excuses aanbieden. En ja, nu doet hij het weer. Oh, er zat erop. Die ook. Ik denk dat Tony boos is. Heeft Patrick net iets gedaan wat niet mocht? Patrick denk ik, bekijk het maar. Of Patrick Tony. Wat zei je? Oh, die elleboog was hard. Oh, dat zijn harde stoten. Ja, Tony die is er klaar mee. Die denkt, joh, ja, maak deze partij af. Ik zal jou even met jouw eyepokes. Ja. Oh. Einde eerste ronde. En hij heeft veel energie gekost. Tweede ronde. Hele sportieve gasten. Ja. Kijk, en Tony heeft net natuurlijk echt geprobeerd te finishen. Dus dat heeft een hoop energie gekost. Ja. En ik zie toch wel dat die stoten behoorlijk zwaar zijn voor Tony. Je ziet echt dat hij er een hoop power in zet, maar... Takedown voor Patrick. Doet hij heel netjes. Dominante positie. Ja, Patrick, een mooi herstel van Tony. Inderdaad. Waar gaan we naartoe? Met een gesloten guard. Kijk, en Tony is een grondspecialist, hè. Dus je ziet al, die gaat al voor die submission attempt. Ja. En dat het dan een keertje mislukt. Dat kan gebeuren. Ja, nu in backmount. Heel mooi om te zien. En Patrick blijft die positie opvolgen. En nu is het Patrick die in mount probeert te finishen. Ja. En Tony moet hem blijven verdedigen. De scheidsrechter zit al bovenop. Juist. Maar hij raakt niks. Alles komt op de dekking. Alles komt op de dekking. Maar ja, hij verdedigt zich niet al te intelligent. En de scheidsrechter staat op het punt om ertussen te komen. En het is klaar. Oh, finish voor Patrick Molka.
En zonde, wat maakt dan dat hij besluit van, oké, nu is het gewoon klaar. En dan bedoel ik de vechter. Want je ziet dat er geen gevecht meer terugkomt. Nou, dat de vechter niet meer terug wil. Van oké, ik draai naar mijn buik, hand op mijn hoofd, van klaar ermee. Ja, nou op een gegeven moment, als je niet uit de positie komt, als het niet lukt, dan lukt het niet, zeg maar. Ja. En je bent ook vermoeid. Ja, je bent helemaal kapot. Iedereen breekt op een gegeven moment. En vergeet niet, Tony heeft geprobeerd om de partij te finishen in de eerste ronde. Ja. Dus ik denk dat hij toen zijn gastank gewoon heeft leeggegooid. En daardoor niet meer kon verdedigen. Ja, het gewoon even leeg was. Vechters bij de scheids, winnaar uit de blauwe hoek, Patrick Malka! Okay, I'm here with Patrick, the winner of this fight. You were hurt in the first round, and Tony tried to go for the finish, but you kept defending. You got back in the positions. Yes, I first round lost a round, two round. Next round is very good for me. I go grand, and I finish fight. Good job. This is your first time fighting in Holland. Are you training here? Are you living here now with Petrus, with Clyde Petrus? Yes, this is very good club, Petrus Gym. I am happy. I can go every day training. This only badging. This only badging. This only badging. Let's continue this. Let's continue this. This is my sensei, Petrus Gym. Danke wel, sensei. I'm sure you're in good hands. Clyde Petrus is a very experienced trainer. I'm sure we're going to see a lot more of you. See you in the next fight. Patrick, ladies and gentlemen.